hier op Nijrode. En meestal denk ik bij zo'n opening als deze zou ik zeggen, er gebeurt veel in de zorg. En dan volgt het verhaal vanzelf wel, denk ik. Het is veel reëler om te zeggen, er gebeurt nog veel meer buiten de zorg om. Heel vaak denken mensen van, als ik het heb over innovatieve business model, praat ik over inventions, grote disruptive technologieën die je dan moet in huis hebben om dat dan te kunnen. Het is niet waar. Het is een slimme constructie of compositie van een aantal elementen bij elkaar zet om toegevoegde waarde te creëren. Daar gaat het om. Ik denk dat wij in Nederland heel goed voorgesorteerd zijn om met de kennis die we hier hebben, met de kwaliteit van de professionals, met de onderzoeksinstituten, met het bedrijfsleven, ik zou bijna zeggen, sectoroverstijgende coalities te vormen om vanuit die visie op die toekomst eigenlijk nieuwe bedrijven te gaan ontwikkelen. Dus wij zeggen eigenlijk als bestuurders en als cliënten, maak het eenvoudiger, dan kan er veel meer geld naar de zorg gaan. En dan is onze zorg ook toekomstbestendig. Verandert en je bent toch een zorgaanbieder en als je zorg aanbiedt zul je toch aansluiting moeten vinden bij wat de klant wil. En omdat alles zo in verandering onderhevig is, niks blijft hetzelfde, is juist heel goed dat dit initiatief wordt genomen om ons ook een hele brede blik te geven erop en wat dat dan voor ons betekent. Dat daarom over na te denken wat je dan zou moeten ondernemen om daar die aansluiting te blijven vinden.